De reeks autobranden in Nijmegen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een vervolg gekregen. Maar liefst zeven auto's brandden uit aan de Danielsweg in de Nijmeegse wijk Hezenveld. Dit jaargang zijn er al meer dan 25 auto's uitgebrand in de regio. Toen de brandweer even na één uur 's nachts ter plaatse was, stonden zes auto's volledig in brand. Van de auto's is niets overgebleven en een zevende auto liep brandschade op. De voertuigen stonden op diverse plaatsen van de parkeerplaats verspreid. Wat doet vermoeden dat het om brandstichting gaat. Een uur eerder woedde er ook al brand in de Nijmeegse wijk Meijhorst. Een bestelbus brandde daar volledig uit. Terwijl een nabij geparkeerde auto grote schade opliep. Een rechercheteam van de politie doet dinsdag onderzoek bij de uitgebrande auto's.